Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week zijn er 12 genomineerden bekendgemaakt van de eerste Talent Tour van ROC West-Brabant. We gaan vanavond een kijkje nemen hier bij de Faam. Kunt u vertellen wat Talent Tour is en waarom deze wordt georganiseerd? Zeker, Talent Tour is een initiatief van ROC West-Brabant om te laten zien wat voor mooie projecten onze studenten en leerlingen van de 8 mbo-colleges en de 9 vmbo-scholen zoal doen. En eigenlijk geeft dat goed weer de wijze waarop wij het onderwijs vormen inhoud willen geven. Dus vooral leren aan de hand van opdrachten uit de praktijk. Waardoor ze ook tegelijkertijd beter leren samenwerken, omdat het vaak in groepsverband is. Kennis maken met de praktijk en op een leukere manier bezig zijn met leren eigenlijk en onderwijs krijgen. Dus als je het op een leuke manier krijgt, dan onthoud je het ook beter en dan slaat het ook beter aan. En bent u verbaasd door de resultaten die u heeft gezien? Nou, er zitten zeker leuke nou, zijn allemaal eigenlijk leuke projecten. Daar was ik wel verbaasd door. Dus ik denk dat het een goede boost is om dat ook aan elkaar te laten zien. Onderling naar de collega's, maar ook naar de studenten en leerlingen. Om te laten zien wat ze van elkaar eigenlijk eens weten wat ze doen. Voorheen werden er toppers gekozen. Waarom hebben jullie dit jaar gekozen om voor de Talent Tour te gaan? Ja, van toppers naar talent noemen we het. We hebben 8 jaar toppers gehad. Enorm leuk programma waarin ook de individuele studenten juist naar voren werden gehaald. Maar ten eerste hebben we naast 8 mbo-colleges ook 9 vmbo-scholen. Dus we willen ook die graag in de spotlight zitten, want ook daar zit enorm veel talent. En daarnaast willen we juist ook een programma maken wat voor een bredere doelgroep geschikt is. En niet één persoon die naar voren komt, maar een groep leerlingen of een klas die samenwerken en op die manier een vak leren. Dus dat zijn twee belangrijke redenen. Wat viel u op aan de projecten die zijn aangemeld? Nou, toch wel de diversiteit, de betrokkenheid en de passie die eruit naar voren komt van zowel leerlingen als studenten als van de docenten. Hoe ze daarmee bezig zijn en op welke manier ze daar tot een resultaat komen. Dat is enorm mooi om te zien. En dat zie je hier vanavond op de talentvloer ook weer. Daar hebben ze echt werk van gemaakt. Dat is iets om trots op te zijn. En ze willen allemaal laten zien dat ze het mooiste en beste project hebben. Dat is leuk om te zien. Ja, absoluut. 5, 4, 2, 1. Justin, een eerste indruk. Wat gaat er door je heen? Ja, dat is wel gaaf. Goed, tot zover het sprankelend enthousiasme van de volgende generatie. En jij, hoe heet jij? Donnie. Wat gaat er dan door jou heen? Nog iets meer dan Justin of niet? Ja, opgelucht. Opgelucht, wel gaaf. Goed. Het punt is eigenlijk dat onze 5 kandidaten die het echte werk nu doen in Ghana, hier niet bij zijn. Maar we gaan ze direct natuurlijk appen en dan gaan we die jongens hoog in de lucht zien springen. Oh, zo weet ik het al. En we hebben hier de mensen van de Koffie en Nan Stichting School waarvoor we het doen, samen mee het hele project hebben opgezet.